Het is vandaag Purple Friday en dat is de dag waarin scholieren, docenten en studenten open kunnen zijn over seksuele diversiteit. Ik ben onderweg naar Café Fest waar HVA Pride is en wat dat precies is, dat ga je nu zien. HVA Pride. De HVA Pride is een community van medewerkers, docenten en studenten. En eigenlijk iedereen die zich verbonden voelt met de LHBTI+ community. En wat we gaan doen is kijken of we verbinding met elkaar kunnen zoeken, dialoog met elkaar kunnen aangaan, evenementen kunnen organiseren. Dus eigenlijk ja, festiviteiten. Is dat een beetje de main, wat jullie gaan doen? Ja, we zijn daar nu heel erg mee bezig. We hebben dus nu een kick-off gehad. Dit is de kick-off en we zijn nu aan het kijken van wat voor evenementen kunnen we bedenken die passen bij de doelgroep. We hebben een IGEA-bus neergezet. Daar zijn hele leuke dingen in gestopt. Ja, hebben we gezien. En vanuit daar gaan we ook kijken waar is behoefte aan. En wat kunnen wij organiseren. Ja, je kan denken aan een lezing. Of dat we denken aan een filmavond waar we iets mee kunnen doen. Misschien iets op de Gay Pride. Maar goed, daar zijn we nog over aan het nadenken. Heb je een soort van doel ook nog voor de komende 5 jaar of zo voor de HVA? Nou ja, wat ik heel fijn zou vinden is dat we een grote community zijn. Waar veel mensen zich verbonden mee voelen. En ook dat ze ons kunnen vinden. En dat we op basis daarvan ook kunnen nadenken over hoe we eigenlijk zichtbaarheid kunnen krijgen binnen school. En binnen de organisatie. En dat vooral mensen waarvoor het niet altijd even makkelijk is om homoseksueel te zijn of uit de kast te kunnen komen, dat zij het gevoel hebben van ik kan ergens terecht waar ik kan praten met mensen. En dat is eigenlijk ons voornamelijkste doel. Het is ook met een lach, dus we willen ook juist een heel blije uitstraling hebben, dus daar zijn we heel erg mee bezig. Wil je op de hoogte gehouden worden van de HVA Pride? Check dan de Facebook en Instagram pagina. Wil je van ons niks meer missen? Dan is de linkerknop de abonneerknop. En ga je via de rechterknop erachter komen hoe weinig studenten van calamiteiten weten.